Ja, daar hangt hij dan, de vaandeldrager, Rembrandt. Mm-hmm. Ik denk dan, god, dat had op TFAF ook niet misstaan natuurlijk, hè? Dat is waar. Natuurlijk, ik denk dat er wel meer mensen hun weg vinden naar het museum. Omdat ja, natuurlijk, het is iets laagdrempeliger. Iedereen kan er naartoe. Natuurlijk ook naar het TFAF. Ja, dat is waar. Een maand lang, tot 30 maart nog. Ja, ja, ja. Jullie hebben hem een maand in bruikleen. Hoe zat dat ook alweer? Hoe was dat geregeld? Want het is eigenlijk een werk aangekocht door de overheid met steun van nog een aantal partijen. Ja, klopt. Dus zij hebben het aangekocht en dan hebben ze besloten om het dus naar elke provincie te laten reizen. En nu is het, ja, nu is het onze beurt. Ja, ja, ja. Niet toevallig tijdens TFAF. Nee, nee. Natuurlijk, zo kunnen er meer bezoekers ook van genieten. Jullie hebben er een heel programma omheen gebouwd. Ja. Hoe gaat dat eruit zien? We zijn eigenlijk ervan uitgegaan van de witte vaandel. Want normaal staat er natuurlijk op een vaandel iets. Dat hebben we als aanknopingspunt genomen. Dan hebben we een paar foto's uit archieven gezocht, uit Maastricht. En dan hebben we ook nog vaandels uit Limburg die we laten zien. En ook een hedendaags kunstwerk dat wat meer ingaat over ja, identiteit. Wat wil je met een vlag ja, tonen? Welke groepen wil je daarmee presenteren? Ja. En de Limburgse stand op TFAF is ook een teken van de vaandel. Ja, daar kan je ook een echte, iets oudere vaandel zien. Ja, ik heb hem gezien. Ja, en daar staat natuurlijk helemaal in teken van de vaandeldrager. Het is natuurlijk een groot fenomeen, dus dat is wel leuk. Ja, 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 om mensen, ja, mensen warm te maken. Ja, het hele evenement van de vaandeldrager Bonnefante, dat neemt al het een en ander in beslag. Maar toch ook nog even de vaandeldrager hier op TFAF. Ja, we hebben een hele mooie entourage denk ik gecreëerd hier op de TFAF. Waarbij we laten zien waar Bonnefante voor staat. Kijk, de vaandeldrager is on tour. Ja. Dus hij reist al een klein jaar rond in Nederland, steeds een andere provincie. En we hebben destijds heel bewust geopteerd voor deze maand. Omdat hier de TFAF nu in maart plaatsvindt. En dat is de perfecte context. De beste maand. De beste maand.